Hoi mensjes en welkom bij deze storytime-achtige video. Ik wist niet hoe ik het anders moest noemen. Ik dacht, ik ga deze video maken omdat ik heel vaak vragen krijg van hoe ik mijn haar dus verf naar deze blonde kleur. En hoe ik het gezond hou. Dus ik dacht, ik neem jullie even mee naar mijn haar in mijn haar journey. Omdat ik sowieso heel veel fouten ook heb gemaakt. En als ik dat allemaal met jullie deel, dan gebeurt dat niet bij jullie en kan ik jullie de beste tips geven. Laten we gewoon eigenlijk bij het begin beginnen. Toen ik jong was, had ik altijd gewoon heel zwart haar. Heel erg donker haar heb ik altijd gehad. Eigenlijk vanaf dat ik was geboren. Ik zal nu wat kinderfoto's laten zien van mij. En ja, ik heb eigenlijk altijd heel donker haar gehad. En op een gegeven moment volgens mij, toen ik zwanger was van Celine, had ik nog donker haar. Ik heb daar geen foto's meer van toen ik zwanger was. Maar ik heb wel foto's rond die periode. Dus die kan ik ook wel even laten zien. Zo was mijn haar altijd. Dus ik had altijd lang zwart haar. Toen ik net was bevallen van Celine, had ik mijn haar iets lichter geverfd. Dus toen was het ook wel iets warmer. En het kwam omdat ik vind zwart haar best wel hard staan bij mij. Sommige mensen zeggen al vaak dat ik soms boos kan kijken. Dat doe ik helemaal niet bewust of iets. Zwarte haar vind ik het altijd heel hard te overkomen, zeg maar, bij mij. Dus ik wou gewoon iets lichter, iets zachter. En toen had ik deze kleur haar. Had ik toen. Toen was er ineens via een kapster die ik kende, was er een haarmerk en die had die is eigenlijk in Londen. En hun hadden dus hier een haarshow. En daar hadden ze dus modellen voor nodig. En daar kon je geld mee verdienen. Volgens mij €250 of zoiets als je uitgekozen werd. Ik dacht toen van, ik ga het gewoon proberen kijken wat ze zeggen. Want ze zouden wel van tevoren zeggen wat ze met je haar zouden doen. Toen zeiden ze tegen mij, we willen jouw haar asblond verven. En toen dacht ik, asblond. Mijn haar kan helemaal niet asblond. Want dat is wat mij altijd is verteld. Toen zeiden ze, ja zeker, dat kan wel. En toen zei ik ook van, ja maar weten jullie het zeker? Want ik heb altijd oranje haar. Want ik heb heel veel rood pigment. Toen zeiden ze, nee echt waar. Wij kunnen jouw haar asblond verven. Dus toen dacht ik, nou ja, ik ga het proberen. En dan met highlights. Dus eigenlijk een beetje wat ik nu heb. Dus niet één kleur. Toen zei ik van, nou ja, oké, dat is goed. Als jullie mij uitkiezen, is dat goed. Nou, toen hebben ze mij dus uiteindelijk uitgekozen. En hun hadden inderdaad echt jammer, maar ik heb geen foto's of iets meer van toen. Maar hun hadden inderdaad mijn haar echt asblond geverfd. En het was super mooi. En dat vond ik gewoon precies de kleur die ik wou hebben. Alleen, toen op een gegeven moment had ik dus een uitgroei. Ik heb nu een maand geleden of anderhalf maand geleden zoiets mijn haar geverfd. Dus ja, toen had ik dus een uitgroei. En elke kapper waar ik naartoe ging, die zei dat ze mijn haar niet in kleur konden verven. Wel, aan de onderkant was het. Toen had ik eindelijk een verfspecialist gevonden. Die zei, ja tuurlijk, dat kunnen wij doen. Geen probleem. Ik ga niet de naam noemen van de kapperszaak, want ik heb nog nooit zo'n slechte kapper gehad. Maar goed, het zit ook midden in de stad in Rotterdam. Dus het is ook niet dat het een soort tweede rangs kapper was. Het zit midden in de stad. Toen ik de kapper ging googlen, staat hij ook super goed aangeschreven. Dus ik ben mijn haar daar gaan verven. En ik heb nog nooit zoiets vreselijks meegemaakt. De bovenkant van mijn haar was oranje en was warm. En de onderkant was dus assig. Dus de voorkant, het was echt. En hun vonden dat ze het goed hadden. Nou, het was gewoon een ramp. Oes en ik zouden net op vakantie gaan naar Mexico. Dus het was echt om te janken dat het gewoon, dat ik had gewoon oranje uitgroei. Het was echt heftig. Dus toen, een vriendin van mij, Ashley, die jullie ook af en toe van mij in de video's zien, ze had toen ook haar haar bij een kapster heel assig gemaakt. Dus wij dachten, we gaan het maar proberen nog één keer om te kijken of dit, ja, of dit kan. Ik was net bevallen. Ik denk dat Celine nog geen jaar was. En Celine was nog geen jaar, want Celine was 9 maanden toen we naar Mexico gingen.
ik ben naar die kapster gegaan. Dit is dus wat uiteindelijk mijn kapster is geworden, Marianne. En zij kon inderdaad gewoon mijn haar gewoon assig blond verven. En ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. Maar overal waar ze naartoe gaat, volg ik haar. Dus mijn kapster heeft dus mijn haar toen super mooi geverfd. Ik ga trouwens even kijken. Ik denk dat ik nog wel een foto heb. Het is wel iets warm als wat ik nu heb. Maar ja, dat moest wel natuurlijk, omdat het was gewoon echt oranje. Ik denk dat ik nog wel... Deze haarkleur had ik toen. Deze foto. Ik ben toen op vakantie gegaan. En ik ben eigenlijk al die jaren... 6,5 jaar ben ik dan blond geweest. En ik heb het altijd bij haar geverfd. En mijn haar is altijd super mooi gebleven. Echt zijn foto's van die jaren, zeg maar, hoe mijn haar was. Totdat ik... En ik probeer er nu over na te denken... Waarom ik dat heb gedaan of waarom ik dat vond. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van dat je zo gewend bent aan iets. En dat je dan het niet echt meer ziet. Want zoals je kan zien ben ik op deze die foto's die ik net liet zien nog een stuk blonder als dit. Maar op een of andere manier vond ik het niet blond genoeg. Ik had toen net mijn kledinglijn gelanceerd. En toen dacht ik nee, ik moet blonder. Ik wil het blonder. Maar als je het blonder wil, ik deed nu elke keer gewoon mijn uitgroei verven. Dus dan deed ik gewoon alleen het haar wat nieuw was, deed ik verven. En de rest liet ik met rust. Maar ja, als je blonder wil, dan moet je alles verven. Dus toen ben ik nog een keer gaan blonderen over heel mijn haar. En daar is het dus helemaal misgegaan. Ik zag laatst foto's. Ik schrok me dood. Ik heb foto's gevonden van hoe mijn haar er aan toe was. Ik zal jullie even nu laten zien. Zo was mijn haar er dus aan toe. Het was zo afgebroken. Mijn krul was totaal weg. Het werd steeds korter en korter. De eerste viel het nog wel mee. Dus ik had het net gedaan voor de modeshow van Blissful. Daar viel het nog mee. Toen was het nog lang. Ik heb hier een foto van mij en Celine. Maar daarna is het gewoon, ging het van kwaad tot erger. Elke keer als ik mijn haar ging uitkammen had ik zulke stukken met haar in de borstel. Mijn haar was ook super plat. Ik kon er niks meer mee. Het was echt te bizar. Het kon gewoon niet meer. En toen wist ik van Zoom, je hebt nu echt je haar verpest. Dus toen heb ik mijn haar kort geknipt. Zoals je ziet op deze foto. Mijn haar was nog nooit zo kort geweest. En toen dacht ik van ja, ik moet wel weer naar mijn normale kleur. Want ik krijg steeds meer uitgroei. En ik kan het echt niet weer gaan verven nu. Want ik hou geen haar meer over. Toen heb ik mijn haar dus zwart geverfd. En dat was echt... Ik heb dus nu dan een jaar lang zwart haar gehad. Iets meer dan een jaar. En ik voelde me zo niet mezelf. Ik vond het zo niet mooi. Het past gewoon niet bij me of zo. Terwijl het eigenlijk mijn eigen haarkleur is. Maar ik voel het gewoon niet. Ik vind het gewoon echt niet mooi gewoon. En toen op een gegeven moment na een jaar dacht ik. Ik had het zo gehad. Elke keer dacht ik nee Zoom. Je bent er wel aan. Je vindt het wel mooi. Dit is je eigen haarkleur. Dus het moet wel goed staan. Maar op een gegeven moment was ik er zo klaar mee. En ben ik dus vorige maand weer helemaal blond gegaan. En zoals je kan zien is mijn haar ook gewoon nu gewoon nog steeds gezond. Ik moet wel zeggen dat de onderkant is allemaal wat dunner. Maar dit is natuurlijk nog het haar wat ook zo ontzettend blond is geweest. Het is nu al een stuk gegroeid. Maar dit was dus een beetje mijn haar journey. En de tips die ik dus kan geven. Dus tip 1 is altijd Olaplex. Olaplex, Olaplex. Als jij je haar blondeert, moet je gewoon Olaplex gebruiken. Dat is gewoon echt mijn allergrootste tip. Dan de tweede tip. Zeg maar je uitgroei wil doen, doe dan echt alleen het nieuwe haar. En de rest moet je gewoon absoluut helemaal met rust laten. Zit daar niet aan. En ga dus niet denken, ik wil nog blonder. En mijn laatste tip is, als je haar hebt geblondeerd, is het vaak wat droger. En ik zou je dan aanraden om dan extra voedende maskers te gebruiken. Bijvoorbeeld Shea Moisture Honey Manuka. Dat is echt mijn all-time favorite masker. Die heeft mij heel erg geholpen toen mijn haar super droog was. Dus dat waren eigenlijk mijn tips.
ik ga gewoon zorgen dat mijn haar weer super lang en blond wordt. Ik ga nooit meer blonder dan dit. Ik ga gewoon alleen mijn uitgroei doen. Hebben jullie nou nog meer vragen hierover? Laat dat dan beneden in de reacties even weten. En dan zal ik op iedereen reageren. Het kan dus absoluut, maar weet waar je het doet. En doe het niet zomaar. Dat is sowieso. Weet gewoon echt waar je haar gaat verven. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En dan zien jullie mij snel weer. Doei!